Ik zal in het kort uitleggen hoe wij gaan zorgen voor goede zorg. Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld en D66 is daar trots op. Maar het kan altijd beter. We doen daarom concrete voorstellen voor goede persoonlijke zorg. We willen het eigen risico behouden, want de afschaffing van het eigen risico gaat gepaard met een flinke verhoging van de maandelijkse zorgpremie. En daarnaast kost het maar liefst 4,5 miljard euro om het eigen risico af te schaffen. We willen wel mensen met een lage inkomen ontzien van het eigen risico door toeslagen en collectiviteitskortingen. Veel chronisch en langdurig zieken hebben te maken met de kostenpost de eigen bijdrage. Daarmee betaalt men bijvoorbeeld de dagbesteding, hulp aan huis of een bijdrage voor in het verpleeghuis. En omdat chronisch en langdurig zieken vaak jaar op jaar met deze kosten te maken hebben, willen wij hen tegemoetkomen en deze kosten met 300 miljoen verlagen. Als mensen ziek worden, willen we zorg bieden in de eigen vertrouwde omgeving. Met duizenden extra en goed opgeleide verpleegkundigen in de wijken zorgen we dat er ook voldoende mensen zijn om de aandacht te bieden die nodig is, met name in de ouderenzorg. Daar investeren we 400 miljoen euro in. We stoppen met de onnodige administratie. Verpleegkundigen willen met aandacht in de zorg bezig zijn, niet met het invullen van formulieren. We willen meer nadruk op preventie. Niemand wil ziek zijn en daarom moeten we de kans dat iemand het wordt zo klein mogelijk maken. Dat doen we bijvoorbeeld door roken te ontmoedigen en gezond eten, sporten en bewegen aan te moedigen. Een huisarts mag je altijd zelf kiezen en huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico. Privacy en het medisch beroepsgeheim blijven altijd gewaarborgd. Zo versterken we het vertrouwen tussen patiënt en huisarts. Heb je meer vragen? Kijk ook eens op onze site d66.nl.